Yo gasten, Semke hier, weer tijd voor een nieuwe vlog, vlog nummer 30. In deze vlog wil ik jullie een klein verhaal vertellen, iets wat ik ook meemakte persoonlijk. Ik wil er vertellen over de keer dat ik opgesloten ben door een vrouwen Het begint allemaal op café, ik zit daar met een paar vrienden, we zitten wat te drinken, we zitten te babbelen, al zulke dingen. En plotseling komt er een vrouw binnen, in een gast Ze komen dan nu stoffelijker zitten omdat het zomer is en allemaal, en we zitten natuurlijk ook buiten. En de avond gaat wat voorbij en die mensen beginnen een beetje ruzie te krijgen. Er van woorden geduw, duwen, ze trekken en allemaal. Plotseling gaat die kerel gewin, weg. Dus Winder zitten er alleen met die vrouwen aan tafel. Bij haar komt er natuurlijk trantjes en allemaal. Ze voelen er in de steekgeluid en al dat dingen. Maar Winder zijn er voor een rep te vangen. En er moeten dan moeten ze dan een beetje voorbij gaan. Beginnen ze te kalmeren en allemaal. En beginnen ze een beetje meer naar de kan toe te trekken. Nu die twee andere mensen waar dat ik bij zit, zitten een beetje in het snuitje en zeiden van, we zijn hier weg, want uh, anders gaan we ze niet beren. Maar natuurlijk, dom dat ik ben, ik blijf natuurlijk zitten, want ik ben vriendelijk tegen iedereen. <laughs> en er is een beetje misbruik van hem ook. Dus ze komen dus een beetje bij mij zitten, een beetje dichter, nog een beetje dichter, totdat ze mij zo wat kan aanraden en dan het ding. Dus ja, het een duur begint ze zo van, ah, oh, en moet thuis graten, en onze het ding, net als zover en alle al. En plotseling op dat moment zei ik van, moet ik je naar reus voeren? Natuurlijk zei hij van: oh ja, ja, moet je mij naar reus voeren en zo <laughs> Dus ik besloot van ja, ik zei ik, kan je naar voeren, Dus we staan dus rechten. En dan stoppen we. En de caféebus vraagt hij naar van: Ah, oh, ga jij je naar voeren? En zei: Ja, ja, die jong gaat je mij naar reus voeren. En de kafebus zegt van oh ja, dat is een goede jong. Nee, je allemaal goed behandelen. Dus eenmaal aan mijn nutto doe ik de deur open. Ik laat eens instappen doe de deur weer toe. Ik stap in mijn nutto. En we vertrekken richting een Dus we zijn aan het trein zij legt uit de bonen van Ah, het is hier links, rechts, rechts, duren. De en we komen aan een toe. Ik parkeer hem mij met mijn motor nog druinen, want de bedoeling is van dat ze zich hebben uitstapt. Maar we blijven in de nog een beetje babbelen over van Ja, heeft hij heeft geen vriendinnen En hoe komt het dat hij geen vriendinnen heeft? En zoekt hij niemand? En onze dingen. Plotseling beginnen ze zij weer te huilen en beginnen ze te zeggen van oh niemand wil mij en ben ik dood misschien of te lelijk en allemaal. En ik probeer ze een beetje te troosten, want ik besef van kijk als ze nu gaan beginnen huilen en nog meer depressief komen, ga ik ze nu weer met nut krijgen. Dus ik begin ze wat te troosten en omhoog, maar een duur begin ik te merken van dat ze niet echt alvast zich vooruit te stappen. Maar ik heb een plan. Ik zeg van: Kijk, moet ik het dan nu voortduren? Brengen? Toen is het uit mijn noto, dan kan ik gewoon weer instappen en wij rijden. Dus we stappen uit, ik loop een jaar naar haar voortduren, want ze is al een beetje tipsy. Dus ze is de duren te ontsluiten. En ik zeg van: Ja, kijk, salut. Oh, nu, 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 kom dan een keer binnen. No. Dus ja, op dit moment ben ik gewoon een beetje te twijfelen dat wat er bedoelingen nu zijn en wat er verder gaat gebeuren dus ik zei van oké okay, dat is goed omdat we een geen zeer van. dus we staan binnen binnen een appartementsgebouw neem de lift de lift open staat binnen de lift deuren toe dus we beginnen dan mee te wrijven. En we beginnen super vriendelijk te komen de liften gaan moe Totdat we heel boven zijn. Ik dacht al van, Poef, eindelijk gaat die lift de deur openen. Ze nee, weer van mij af. We komen dan naar de en ik hoor iets. Ik hoor een geluid, een televisiedas staat te spelen. Het is voetbal, ze vader, want hij een... ik hoor een commentaar op de achtergrond. En ik vraag het een haar van, is er iemand thuis misschien? Ja, 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 er is iemand thuis. Mijn man is thuis. <laughs> Oké, <Okay. laughs> die moment ook echt niet verwacht van dat ze gingen zeggen van ja met een man is thuis. Ja, we gaan hier die deur om doen, die vent van mij die steunt, de sommige vrouwen en ik ga hier een paar motten krijgen, dat niet ik zin. Dus ik zeg, yo, ik draai me om, ik ga naar de liften. ik druk zeer op die de knop, die lefte dure gaat toe en ik ben daar binnen. Ik wil er niets meer mee te maken in. Op dit moment, ik wil gewoon weer naar die café waar ik zitten. Dus de lijf te beneden. Ik denk, woe, safe en allemaal, Ik kom aan die voorduren. Die voorduren is gesloten. Ik kan er niet meer bij, ik ben even gesloten. Blijkbaar was een de deur dat je enkel maar kunt doen met een sleutel. Er was er geen klink aan, dus je kost niet binnen of niet buiten rotten zonder dat je de sleutel hebt. Ik zeg ja, <laughs> ik sta hier nu. Die vent zit boven, die vrouw is zus naar beneden komt, die vent gaat natuurlijk vooral van hoe zij thuis gekomen. Als ze nu zeggen van ja, die je met een jongen naar reuze voert, kan dat zijn dat die vent om een keer naar binnen komt. Dus ik denk van ja, ik moet hier weg, ik moet hier vluchten. Als die vent naar binnen komt, ben ik skate. Dus ik ben aan het kijken naar een ruiten die open kan, dat ik er kan duren kruiden. Ik vind er geen. Dus ja, ik zeg van ja, ik ga iemand nodig hebben met een sleutel he. Dus ik begin er rond te kijken en ik zeg van ja, kijk, ik ga bij de zei van ja, ik heb iemand naar huis gebracht, maar ja, ik zeg die deur is nu gesloten Ik bel aan die deuren, binnen, niemand te ik kijk naar die naamplaatjes dan erop natuurlijk Gilbert, Germaine, eh, oma van die ouderwetse nommen. dus dat zijn allemaal oude mensen Die gaan natuurlijk hun deuren niet open doen, drie van nacht voor een jonge gast dat te dursten, dan ze het al niet kennen. Dus ja, op dit moment begin ik te denken van ja, een kelder? En maar dat kan duur kruipen om voorbij te geraken. Ik begin te zoeken achter een kelder, geen kelder te vinden. Heel wat kod Dus op dit moment begin ik om een beetje de hopen te verliezen dat ik er hier veilig uit ga geraken. ik dat kan bijsnes dus van kijk, ik moet weer naar boven naar die vrouw en zeggen van kunnen je mij een keer buiten laten? Maar natuurlijk, die event zit er nog. Oké, ik ga bellen aan die dure, gaat jij zeggen van hoe komt dat dat hij weet dat je hier moet zijn? En in welke situatie ga ik tombelen? Dus ja, het beste dat ik kan doen is telefoneren naar die cafébos waar mijn zusters zaten, want hij kent die vrouw en en hij kan mij en hij kan mij misschien wel kunnen helpen van buiten te gaan. Dus ik begin te bellen. Ik doe heel mijn verhaal. Ik zeg tegen hem van, oh die vent die naar beneden komen. Dat, dat, dat gaat komen, gaat dat dan rampen zijn hè? zegt Sam, rustig en allemaal, mollen dat er niets niet gebeurt. ja bel, dan. Ja, zeg dat ze je buiten moet lopen. Het zijn niet haast die kerel zitten naar boven. Hè. De woorden waren nog niet over mijn lippen, of ik zie die liften. hangski. Die liften begint naar boven te gaan. Dat zo lefte met een ruitje in de midden. Ik zeg ja, dit is voor de boven. Ik zeg ik twee kansen. Ik zeg, ofwel is die vrouwen daar buiten smeten en door een vent, ofwel is die vent die mij komt zo. die leeft te al moe, en ik zie dat hij stopt op die verdieping waar dat ik die vrouw afzet. Ik zei, ja, dat is over dat verdieping. Ik weet al aan wat ik mij mag verwachten. Maar ik ben natuurlijk ondertussen aan het baan en ik zei van, gast, moet mij helpen, moet mij helpen? Rustig Sam, rustig Sam, zegt hij. Kijk, die vent heeft hij een telefoon aan hem. Zie, en ik zal het wel allemaal uitleggen. Ik zei, ja, ze dat ik een tijd ga in voor die telefoon te geven. Die lift is schiet weer een ze gaan naar beneden. Ik zie dit daaruit, ze. Echt, een berg van de venster. staan. Verzekerst twee kop groter of En ik kan een telefoon. Ik zei, het is ik ga beginnen kijken van waar kan ik hier vluchten een kast waar ik kan inkruipen. Een in kelder waar dat me kan verstoppen. Ik zeg van, het gaat hier hangen ze hangen Die lift de deur open openen, ik sta er met mijn telefoon in mijn hand. Die kerel loopt er buiten. Je kijkt naar mij. Goedenavond. Hè. En je loopt hier. Ik sta er heel in shock met mijn telefoon in mijn handen. en ga door de voordeur. Die deur gaat lichtjes dragen toe. Ik naar buiten en bij wij. Eindelijk verlost. Ik ken nog nooit zo opgelucht in en met noto als die nodig. Ik kost volledig fout afloop. Die vent kost naar beneden komen. In, kost zeiden van, ja, vrouw, die te en kost de zijde van. Oh, hij dan, mijn vrouw naar reuze dit en allemaal. En ik kost er een paar lappen te krijgen En dan ik dat je afloop. Ik zie die vrouwen nog af en toe ik keer passeren. Dat moet dan nooit wat terugdenken aan deze moment. Dus als je iemand naar huis brengt, controleer altijd dat je een gemakkelijke lucht naar buiten hebt. Vooral als een vent Dus dat was het voor deze week. Hopelijk heeft iedereen een beetje van genoten van mijn verhalen. Vergeet niet te te delen en te abonneren volg me op Facebook, Twitter en op YouTube en tot de volgende.